Nou, ik sta hier vandaag weer in Eerbeek en ik heb goed nieuws, want we krijgen weer een mooie tussenwoning te koop. Bent u nou benieuwd om welke woning het gaat? Kijk dan dit filmpje. Welkom aan de Rozenstraat 65 in Eerbeek. Nou, vandaag gaan we kijken naar een mooie tussenwoning voorzien van een ruime uitbouw. Wat fijn is aan de Rozenstraat is dat deze woning ligt tegenover een mooi gasstrook. U heeft dus niet direct de overburen. We gaan binnen een rondje doen. Het is ruim van opzet, dus loopt u maar weer met me mee. Nou, welkom in de woning. Via de hal heeft u eigenlijk direct toegang tot de ruime keuken. Zoals u eigenlijk goed kunt zien, bevindt de keuken zich over de volledige lengte van de woning. Er is heel veel bergruimte aanwezig. En daarnaast hebben de eigenaar gekozen voor een mooie lichtstraat, zodat er wat natuurlijk daglichtinval ontstaat. Nou, heerlijk hè, zo'n houtkachel. Zeker in de winterse dag kun je natuurlijk heerlijk je handjes aan opwarmen. Nou, wat in lijn met de keuken ook voor de woonkamer geldt, is het gevoel van ruimte. En dat is eigenlijk ontstaan door de uitbouw die achter de woning is geplaatst. Het is een vrij open living door eigenlijk de zichtkanalen richting de keuken. En er is een mooi hardhouten vloer aanwezig. Nou, achter de woonkamer en de keuken beschikt deze woning over een hele grote bijkeuken. Dat is fijn voor de wasdroogopstelling. Overigens is hier de cv-ketel aanwezig. En heeft u ook een ruimte waar u wat extra spulletjes kunt bergen. Nou, beneden hebben we zo ongeveer alles gezien. Ik wil jullie graag nog wel wijzen op het feit dat er overal dubbel glas aanwezig is. Dat er voldoende groepen geplaatst zijn in de meterkast. En dat de woning beschikt over glasvezel. Ik ga naar boven. Nou, op de eerste verdieping zijn 3 slaapkamers aanwezig en is de badkamer gevestigd. Er is hier tevens een vlizotrap naar zolder. Het is in deze woningen mogelijk om een vaste trap naar zolder te plaatsen. En als u deze ruimte vast bij de woonhuis wil betrekken, kunt u ook nog een nokverhoging met een dakkapel overwegen. Nou, ik sta hier in de master bedroom en dat kunt u ook wel zien aan de ruimte. De master bedroom heeft nog wel een verrassende element en die bevindt zich achter deze 2 deurtjes. Nou, verrassend hier is dat de tweede slaapkamer bereikbaar is vanuit de master bedroom. Nou, ziet u hier al uw eigen inbouwkast of wellicht is dit de ruimte voor een praktijk aan huis. Nou, ik sta hier in de achtertuin en zoals u kunt zien is deze onderhoudsvriendelijk aangelegd. Achter in de tuin is een grote berging gerealiseerd en die beschikt over maar liefst 12 zonnepanelen. Nou, dat komt natuurlijk ten goede aan de duurzaamheid van de woning. Wilt u nou voor de kerstdagen nog een bezichtiging inplannen bij deze mooie tussenwoning? Neem dan contact op met uw dorpsmakelaar. Ik ga de houtkachel nog even opstoken.